zijn we dan. East Clare Lake. Weinig wind. Gisteren op Loch Durrig. Windkracht 4. Drama. Ze zijn wel weer loeisterk thuis. Ja, loeisterk. Dit is alweer de vierde vis waar we van het talutje afplukken. Op de torop. En Ben is weer goed bezig, want het is Ben zijn derde vis. En Ben, zijn ze sterk? Ja, echt mooi. Ook natuurlijk even het voordeel, hè? Er is toch al een keer of 7 onder de boot doorgescheest. Ja. Torop is toch wel het beste aasje van de week, eigenlijk. Kun je lekker diep vissen, lekker traag vissen. Geeft die vissen even de tijd om... even over na te denken. Maar ja, natuurlijk heerlijk vissen, hè. Goede optie als je zo langdurig te harde wind is. Dat Herman van fishherman.nl je er naartoe brengt en je lekker laat vissen. Ah, mooi, hè? Wat denk je? 80, 90? Het is een beetje gaan liggen, dus. Nou, kijk eens aan. Komt hij dadelijk aan als het goed is? Pas op voor je vingers, Ben. Kijk eens aan, Ben. Zo doen we dat. Nou. Hey. Ben. Nice fish, toch? Het is een prachtig exemplaar, jongen. Ik krijg wel kramp in mijn voet. Ach, ja, jongen. Even doorbijten. Nou, prachtige vis. Op de torop. Mooi gaaf, hè? Mooi gaaf visje. Nou, als ik één keer omhoog ben. Kijk, prachtig. Gaan we deze vis eens even fotograferen, onthaken en terugzetten in dit prachtige East Clare Lake. Tot de volgende, mensen. Hoi. Hey.